Dit is ideaal. Een mooie start van het seizoen. We zijn 20 mei geopend. Alleen maar mooi weer geweest, dus beter kan niet. Ik ben net in het derde geweest. Derde bad? Ja. Ja, hoe was dat? Een beetje koud. Nou, weet je, wij hebben eigenlijk water wat we uit een bron oppompen. En dat is al sinds jaar en dag. Vroeger werd het nog vol verwarmd door kleine slootjes, zeg maar. En dan pas ging het bad in. Nu wordt het rechtstreeks naar het bad toe gepompt en warmt het op een gegeven moment door de zon weer op. En nu moeten we eigenlijk het water gebruiken om te koelen, omdat de zon zijn werk zo goed doet. Dat is belangrijk, hè, voor de waterveiligheid. Zeker voor de waterveiligheid, want je wilt niet dat er alg ontstaat. Daarmee moet je dus koelen boven de 20 graden. Nou, nu is het alleen maar koelen. Het is heerlijk weer en het water moet je gewoon koelen van onderaf. Wat maakt dit nou zo'n leuk zwembad? De glijbaan. Ja, je hebt hier een glijbaan. Je hebt hier een duikplank, twee. Bommetjes kan ik voor geen ene meter, maar goed zwemmen kan ik wel. Ik zie daar verderop zie ik een badmeester zitten. Dat is een pro, hè? En voor de rest draait het zo'n beetje op vrijwilligers hier? Het badpersoneel, dat moet echt gekwalificeerd zijn. Dus daar doen we alles aan om iedereen gecertificeerd te houden. Maar we hebben heel veel vrijwilligers ook die het winkeltje bijvoorbeeld draaien houden. En daar kunnen de kinderen nog gewoon voor 5 cent een snoepje halen. Klinkt een beetje ouderwets, die prijzen. Ouderwetse prijzen, maar het is ook ouderwets gezellig. Dit is